Voor veel Nederlanders die dit jaar op vakantie gaan, wordt het geen verre reis naar een exotisch land. Zo'n 40% van de Nederlanders die op vakantie gaat dit jaar doet dat lekker dicht bij huis op de camping hier. We worden dus wat voorzichtiger en stappen minder snel in het vliegtuig. Maar durven we nog wel op vakantie? Zeker nadat België afgelopen weekend een oranje reisadvies gaf voor onder andere Zuid-Holland. Ja. Hebben jullie ook nog vakantieplannen dit jaar? Nee meneer, met de corona hebben we geen vakantie. Nee. Hadden jullie die wel? Ja, moet mijn geld nog terugkrijgen. Ik ga naar een Julianadorp. Daar heb ik een huis gehuurd vol op het strand. Spanje, Torrebolidos. Ja. Die had ik wel, maar die ging niet door. Zuid Frankrijk, dus daar ga ik niet heen. Dat durf ik niet. Als je Frankrijk exotisch doet, dan ga ik er wel even heen. Maar het is niet echt exotisch. Ik ga naar Normandië, dus dat is niet echt te ver Frankrijk in. Ik heb geen vakantie. Wat is dat vakantie? Wat is vakantie? Ja. Dat zijn mensen die nu naar hele verre orde gaan met het vliegtuig. Oké, nou die vliegen niet denk ik. Of wel? Ja, ik weet niet, zit er corona aan? Ik geloof er niet in hoor, maar maakt niet uit. Want er zijn mensen die toch nog besluiten om gezellig het vliegtuig in te stappen naar exotische orde. Ja, nou dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen, dat zoek je het zelf op. Je krijgt het misschien toch ook wel, daar gaat het niet om, maar je moet het niet opzoeken. Ja, dat is hun probleem. Kijk, als ze ziek worden, moeten ze thuis zitten. En als ik maar door kan werken, dan vind ik alles prima. Weet je. Ik moet toch gewoon mijn geld verdienen. En ja, ik heb nou geen tijd voor vakantie te gaan, dus mij maakt het niet zo uit. En als andere mensen daar genoeg aan heeft, dat is prima. Hier in Nederland is het ook druk, dus je kunt overal oplopen. Heel dom. Heel dom. Waarom? Nou ja, je kan het altijd oplopen. Kijk, je kan het hier ook oplopen. Maar als je op vakantie gaat in het buitenland, dan komt bij het buitenland vandaan. Met het vliegtuig kan ik me voorstellen dat dat een beetje onhandig is. Ook in verband met het gebrek aan afstand. Beetje verwarrend ook als je wel 1,5 meter afstand moet houden voor de rest in de samenleving. Maar niet in het vliegtuig. Dus ik denk dat het wel dat je meer verantwoordelijkheid op je neemt als je dat doet. Ook in verband met werk, familie, vrienden, als je dan weer terugkomt. Dat je dan wel de verantwoordelijkheid neemt om zelf weer ook afstand te houden of thuis te blijven. Vinden jullie het wel verstandig om hier zo hand in hand over straat te lopen? Ja, wij zijn zo na, we wonen in één thuis. Ja, dat gaat wel. Want afgelopen weekend heeft de Belgische regering een oranje reisadvies afgegeven voor delen van Nederland. Waaronder Zuid-Holland. Oh, daar weet ik niks van, echt? Ja. Oh, dat weet ik niet. Als Belgen nu naar bijvoorbeeld Leiden gaan... Dan zegt de regering, ga 2 weken in quarantaine en laat je testen. Oh? Ja, ik denk dat jij een grapje maakt. Nee, dat maak ik zeker niet. Nou, daar weet ik echt niks van. Dan moeten de Belgen wezen. Ik vind het wel meeval hier. Ja. Lekker rustig. Wegblijven met die Belgen. Nou, wij komen van Brabant. Bij ons is het al gebeurd, hè. We hebben al de corona-toestanden gehad, hè. En dat komt nou hier een beetje los, nou allemaal, hè. Iedereen die het nog niet gehad heeft boven het land, die krijgt het nou voor ze kiezen. Wij vroegen ons af, lopen hier ook nog veel Belgen rond? Niet veel, meer Duitse mensen. Ja. Belgium said, don't go to Holland. Okay. Bad for Belgium. Good for Germany. Yes. Houden die toeristen zich ook een beetje aan de regels? Sommigen wel, maar sommigen hebben er echt lak aan. Die lopen echt tegen elkaar aan en botsen tegen elkaar, terwijl hier op straat alles aangegeven is. Dus ja, niet, naar mijn mening niet echt. Als je de terrassen kijkt, die zitten bom en bom vol naast elkaar. Ja. Als je geen risico's durft in het leven, had je niet geboren moeten worden. Maar daar heb je ook niks over te vertellen, want je wordt op die wereld gegooid. Als u volgende week zelf op vakantie gaat, gaat u dan ook nog speciale maatregelen treffen? Ja, in Duitsland heb je de corona-app ook al, die hier ook in september zou moeten worden ingevoerd. Die ga ik downloaden en genoeg mondkapjes mee. Ik hou de kleuren ernstig in de gaten. Het is zomaar geel, oranje of iets anders. Maar dus, als je daar een beetje op let, is het allemaal goed te doen, denk ik. Doen jullie zelf ook nog wat aan om gezond te blijven? Ja. Oh, we gaan nu naar de snipper, dus ik denk het niet. op het top met de 2 frikken, dat is speciaal.